die ze kunnen neuken. Nou, en dat is deze. Dat is Firoza geworden. En we konden niemand anders vinden. Kijk, ik vind het heel leuk dat je er ook bent. Je bent fangirl ervan. Ik heb helemaal niks op je geschreven of grappig gemaakt, want ik vind je totaal niet interessant. Maar. Dat meen ik echt serieus. En weet je, er was irritant, jongen. En moest ze promoten. En dan zei ze: nee, dat doe ik niet. En had ze een schommel, dan ging ze erop zitten. En ik: oh, dat is zo slecht. En we hadden gedacht: nou, Ferry Zandvliet die belt dan af. Nou, daar hadden we heel veel moeite voor gedaan, noem maar op. En we hoopten echt dat jij af zou bellen. Ja, maar ja, we moeten neuken. En Rolf wil neuken, dus ja. Jij bent wel zijn type, zeg maar. Oké, okay, we gaan verder. Je kijkt in een lege koelkast, de brand ligt, maar er zit niks meer in, hè? Ja. Nou, dat is wel leuk, want ik kwam ze ook tegen, ze kwamen elkaar tegen op de gang, hè. En het grappige is aan Flemmix en aan jou, jullie hebben allebei dezelfde gezicht. Bij jou is het een beetje, ja, na een ongeluk. Jij bent een ongeluk. En ze waren echt zo, ze legden zo naar elkaar kijken. Ik vind jou leuk, ik vind jou ook leuk, ik vind jou ook leuk. Helemaal dat manische. Dus ik ben blij dat je er bent, echt waar. En het wordt hartstikke leuk. En doe je best, hè, meid. Je bent hartstikke leuk dat je hier kon komen, helemaal wezen liften. Ja, met de OV red je het niet. Maar, Firoza, applaus. Ja, ik ben echt heel erg vereerd dat ik hier mag zijn. Zeker met zoveel mensen waar ik toch eigenlijk al... Je moet hem even naar je toe trekken. Nee, ten eerste, ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn. Het zijn gewoon allemaal mensen waar ik toch echt al heel lang op neerkijk. Ook shout-out naar het publiek. Het is fijn dat jullie er zijn met zo'n miserig aantal. De opbrengst gaat naar Kika. Ik denk dat ze er een hele mooie halve pruik van kunnen maken. Ja, op een terminaal kindje een hele mooie rit naar de Efteling aan kunnen bieden. Dank je. En jullie zullen wel denken van, ja, wie is deze kleine, op ras en leeftijd niet zo goed te definiëren smurf? Ik ben hier dus om mijn cultheld Johan Flemmix te verdedigen. Johan, I love you, Johan. Ten eerste, shout-out naar Ferry Zandvliet, die blijkbaar te veel gigs heeft om hier nu niet aanwezig te kunnen zijn. Hallo barman, echt goed gedaan. De ene dood is anders een brood natuurlijk. Dan kom ik aan bij Tom Staal. Tom Staal, ik wist niet zo goed welke inwisselbare witte man van Geen Staal jij was. Maar een vriend van mij wist mij te vertellen dat als die iemand van Geen Staal zou moeten neuken, dan maar. En over neuken gesproken. Hoi, Rolf Tangel, sorry. Ja, Rolf Tangel. Misschien leuk om te vertellen, Rolf Tangel is een maand van tevoren in mijn DM gegleden van: hey, ik heb een camera bij me, als je een porno wil maken, dan kan vanavond wel. Dit is ook echt geen grap, dit is echt gebeurd en dat is pak me tragisch. Dus over tragisch gesproken, Emiel Ratelband is hier. Hallo. Emiel Ratelband, jij bent de meest bekende van het stel, maar... Is het zo? Ja, toch? Zeker de oudste. Zeker de oudste.